Where do you work? LOL work. We draaien al. Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Marije. Mocht je niet meer weten wie ik ben, want het is een tijdje terug dat ik heb geüpload. In deze video gaan mijn ex, mijn ouders en mijn beste vriendin voor mij een datingprofiel samenstellen. En ik vind het spannend. Het is ook voor het eerst dat ik dus een datingprofiel überhaupt heb. Want ja, zoals de meesten zullen weten is mijn relatie met Max uit. Dating apps en zo bestonden nog niet echt toen ik met Max een relatie kreeg. Dus ik heb dat nooit gedaan. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd wat andere mensen, de mensen die mij het best kennen, hoe die mij zouden positioneren op die apps. Dus daar gaan we nu naar kijken. Deze video is mede mogelijk gemaakt door Armed Angels. Dat is een heel mooi sustainable kledingmerk. Ik heb het nu ook aan. En jij krijgt 15% korting op de website via deze code. Maar daarover later meer. Hallo lieve mensen. Dit is Max. Maar ik neem aan... Is het nu al zo erg dat je me voorstelt? Ja. Max is dus mijn ex nu. En jij gaat een datingprofiel voor me maken. Had je dit ooit gedacht? Ik heb een soort nu-pas gevoel. Maar vind je het leuk? Ik geniet ervan. Oké, hallo. Dit is mijn vriendin Nicole. En zij gaat ook een dateprofiel voor me maken. Oké, lieve ouders. Wat vinden jullie belangrijk dat naar voren moet komen? Heel fijn om voor je ex, what's your sexuality, te moeten kiezen. Er staan ook echt 20 opties. Gray sexual, ben ik dat? Weet je wat mij wel leuk lijkt? Van, dat je iemand zoekt op het platteland. Dan zien wij je tenminste ook weer zo vaker. Gewoon het liefst iemand uit Wieringenwerf. Ja! Dat niet per se. Of helemaal niemand. Dat we zeggen dat je trots zal rijden mokkel bent. En dan wil niemand je. Waarom? En dan kom ik weer hier wonen. En dan kom je thuis of bij ons wonen. Ja. Waar kan ik Malibu invullen? Video's maken. Hashtag geen spon trouwens. Where do you work? LOL work. I'm an influencer. We zijn dus nu in Hinge. Ja, maar je moet mij dus wel verkopen, zeg maar, hè? Oh ja. Andere mensen vergeten dat altijd. Ik moet van jou af natuurlijk. Want ja. Hoe sneller we van jou af zijn, hoe eerder ik er niks meer mee te maken heb. Precies. Ik vind jou gewoon een aardig mens. Levenslustig ben je. Oké. En je bent heel sociaal. Je komt je afspraken na, je bent wel een serieuze mens ook. Ik vind dit allemaal... gezellig klinken. Ja. Okay. Maar de rest komt nog. Ik citeer te vaak uit. We werken. Je kan het straattaal. Echt. Rente blank. Komt ze binnen. Eén grap. Eén mijn grap. En dan denk ik echt. Welke grap? Waar zie je? Straattaal. Nee, wat is het dan? Stoerdoenerij. Nou, oké, je citeert er vaak uit. Stoerdoenerij en Friends. Who do you want to date? Everyone. Dat is letterlijk wat je de afgelopen tijd aan het doen bent. Dus dat is prima. Als kind was ik gek van... prinsessen. Mm-hmm. Heb je al gevonden? Was ik iets aan het zoeken? Ja, over Ilse toch? En dat ging jij toch zoeken? Oh ja, wat doe jij dan? Wat doe jij? Wat zei ik dan? Sorry, dat was even heel grappig. Hoe ziet mijn perfecte eerste date eruit? Nou, ik denk sowieso een wandeling bij avondlicht over het strand. Oh? Ja, naar een kattencafé. Wat ik het meest waardeer in mensen is. Ik heb het gevoel alsof al 3 dagen bezig zijn. Ja, ik ook! Okay. En als er ook maar eten of zo aan te pas komt, of een drankje, dankje Malibu natuurlijk gezellig romantisch bij een kaarslicht, dan moet hij wel, hij of zij of wat dan ook, aardig zijn tegen zijn eerstes, hè? Heel goed, moeder. Check.
Oh mijn god, dat is dit moeilijk. Je kan gewoon knippen, neem ik aan. Hè? Oh, ja, nee. Ik krijg wel tijd om te denken, ja, toch? Tuurlijk, ik knip alles. Ik knip je de moeder. Show the different sides of yourself. Nou, ik heb wel 6 foto's van jou, denk ik. Oh god. Oh ja, deze met de scheidingspapieren, die is top. Hier, onze trouwfoto. Goeie. Wat zijn er? Ja. Wordt veel te enthousiast van Temptation. Temptation Island, neem ik aan. Ja, Temptation Island. Maar, wil je niet het zo? Het zegt... Nou, Nederlandse slechte series, daar ben je veel te enthousiast over. Het is wel zo, het schijnt dat juist theoretisch opgeleide mensen, dat die houden heel erg van Temptation. Heb jij niet een hele praktische hotelstudie gedaan? HBO is... Is dat theoretisch? Ja, alsnog wel. Ook de hoge hotelschool? Oké, misschien. Nee, ik heb geen idee. Middelmatig opgeleide. Ik vind ook dat je altijd heel positief bent en altijd kijkt in mogelijkheden. Niet, het glas is wel half vol en niet half leeg. En je ziet niet apen en beren, zoals je vader en moeder. In ieder geval minder. Minder apen en beren dan je vader en moeder. Dat sowieso. Oké. Ik ga een nieuwe bieding opkrijgen, denk ik. If loving this is wrong, I don't want to be right. Heel politiek incorrect zou zeggen, was what R. Kelly did really that bad? Dat is niet. Because you love you some R. Kelly. Muziek. Ja. Die niet de plastic girls. Je snapt wel, zeg maar, dat je met mijn profiel mijn beste kant moet laten zien, toch? Of ga je me, zeg maar... Ja, maak je ik wil real? Je ik wil je aan zoals de... ik ben, of ga ik weer met mijn schoenerij? Ja, vlieg je hier vangen? Wacht even, vlieg je vangen mee? Oh my god, ik ben net als jij! Het is gewoon camera en je kan gewoon niet meer praten. Ja. Vang je hier vliegen mee? Dat is het punt. Nog even over die outfit die ik aan heb. Hè. Die is dus van Armed Angels. Een van mijn favoriete merken met een grote focus op verduurzaming. Zowel qua eerlijke productie, de materialen die ze gebruiken, als hun water- en energiegebruik. De jeans die ik draag, die zit echt fantastisch en is onderdeel van de Detox Denim collectie. Wat betekent dat er absoluut nul chemicaliën, pesticiden en chlorine aan te pas is gekomen. Ik trek het in ieder geval niet meer uit. Dus mocht ik ooit op date gaan... Dan wordt dit de look. Maar je hebt geen hobby's. Wat is dit nou weer? This is the main issue we've always discussed. Ja, dat is de reden waarom het uit is. Nee, dat niet. Maar je hebt geen hobby's. Ik heb wel hobby's. Nou, noem een hobby. Eten is een hobby. Eten. Eten is geen hobby. Eten is overleven. Veel. Oké. Ja, dat is absoluut waar. Ja, maar dat ga ik dan niet op een profiel zetten. Nee, mijn ouders zijn super trots op mij. Ik vind dat je dat er wel op kan zetten. Ja, ja, waarom niet? Ik wil hem erop zetten. Oh, oké. Een persoon. Maak is... me sexy. Maak me interessant. Oh, ja. Maak me grappig. Daar heb ik niet eens aan gedacht. Nou ja, maar sexy maak niet. Maak me grappig. Niet maak. Maak me grappig. How should I do that? Ik heb wel goede verkrekte foto's van jou natuurlijk. Ja, maar ik moet er toch... Oké, ja, ik moet iets grappigs verzinnen. Ja, maar dit kan je... Wederzijds respect. Ja, nee. Sarcasme. Moet... Dit was hem dan, toch? Ik denk het, ja. Oké, maar nu... Nu hebben we dus een profiel. View, oké. Nou, dit is best leuk. Ik vind het ook... Je hebt ook gewoon geen filters gebruikt. Nul filters. Ja, maar dat is net als een Wonderbra. That only leads to disappointment, weet je? Dat er gewoon... Ja, people know what they're in for. Hele reale dingen. Oké. Ja, dit is een leuke foto. Oh, jezus. Maar deze foto is echt heel lelijk. Ja. Toen had jij mijn nagels gedaan. Thank you. Nou, oké. Dankjewel. Let the lights roll in, zou ik zeggen. Echt? Daar komen ze. Ik weet, ik heb niet het idee dat je echt bent bezig geweest met mijn beste kant laten zien. Oh. Zo van, oh, wat is dit een leuk mens. Deze moet je hebben. Die foto is heel leuk. Toen was het al uit. Ja. Dus doe het goed zin. Ja, precies. Oké, nou, hey, dankjewel. Thomas liked your photo. Hier, we gaan gewoon langs. Nee! Heb ik nu al 5 likes? Ja.
Misschien moeten we dit maar even deleten dan. Ja, laten we dat doen. Ja. Oh mijn god. Oké, moeten we dit nog op de afsluiten op een of andere manier? Nee, nog toch, denk ik. Samen, wij nog? Jij moet die scheidingspapieren wegbrengen. Dus zo moeten we het afsluiten. Tot de volgende keer. Oké, Nicole gaat even profiel afmaken. Ja, ik kan dat dus niet zo on the spot. Dat is oké, meid. Oh, dat moet ik dus niet zeggen. Stil dan. Oh mijn god. Oh mijn god. Je bent de perfecte match als je weet welke film er bij deze quote hoort. Don't for one minute think that you had any effect whatsoever on my panties. Hey, hartstikke bedankt. Vond je het leuk zo? Denk je dat je er wat van kan maken? Ja, zeker. Kijk. Bedankt voor dit prachtige dateprofiel. Nou, ik denk dat je niet wat krijgt. Nee! Nou, het vertrouwen is weer... Heb je een nieuw t-shirt? Wat vind jij van deze date-outfit? Vind je dit leuk als ik dit aandoe voor een date? Ik vind het prima uitzien, maar als je met mij zou daten, loop je het risico dat ik precies hetzelfde aan heb. Dus dat is dan wel een beetje... Ja, maar het is wel gewoon een soort van... Als je het hebt over geen filter, you see what you get. Ja, dan is het wel een soort van blank canvas. Dit, zeg ik. Ik wist dat je dat ging zeggen. Nee, ja. Ik vind het, is een mooi broek. Toch? Het is kwaliteitje hoor. Hey. Het is geen kattenpis. Het is niet om op te spugen. Ik zal je laten weten hoe de dates gingen. Hoi.